mijn schooljuffrouw. Zo, een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag Memphis' allereerste dag naar school. Super spannend. Ik ga nu even ontbijt maken voor de jongens. Hij heeft ook meteen gym, dus ik ga ook zijn gymtas inpakken en zo. En dan ga ik hem zo wegbrengen. Ik vind het super spannend. Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to restart. Het ziet er knap uit. Met? Lesjo, je yoghurt. Met appel en hartjes. Zeg je? Ben je heel hapig voor? Ik moet nog maar even passen. Ben je er klaar voor? Ja. Woody, we moeten ook een tas. Nee, Woody kan niet mee. Woody mag niet mee. Hier. Die is ook van Memphis. Moet je allemaal tillen. Heeft hij vandaag een gym? Ja. Misschien kan je de juf vragen of je vanmiddag even langs hem mag lopen. Langs de klas. Oké. Om te zwaaien. Hey, ja. Eerste dag school, hè? Ja. School, juf. Juf Kaylee. Juf Kaylee. Ja. Kijk, ook eerste dag school, hè? En jij zegt nu dat dit mijn eerste dag wordt. Ja, was een grapje. Grapje. Ga je tas hoog, hij komt helemaal tegen de grond aan. Zal pap even je tas tillen? Wat is mijn gezicht aan het shinen trouwens? Anyways, ik vond het wel. Ik ga even mijn doek een keer afdoen, want ik loop echt iedere dag met die doek om. Maar ik had hem dus weggebracht en hij moest wel een beetje huilen. En dat vond ik wel zo super zielig. Hij vond het daarna wel leuk hoor. Dus ik ging op een gegeven moment ging ik weg. Alle ouders gingen weg en toen liet ik nog even bij me op schoot zitten. Toen zei ik ook, mama moet nu gaan. Toen zei hij, oké mama. Toen zijn we heel stiekem weggelopen. Maar hij had er wel moeite mee, wat ik niet had verwacht. Want normaal is hij juist altijd wel heel erg makkelijk met dingen. Ik zou eigenlijk gaan sporten alweer. Dit is al de tweede keer dat ik dat zeg in een vlog. Maar ik zou eigenlijk gaan sporten, maar ik was zo zenuwachtig, want ik wil eigenlijk nu weten hoe het met hem gaat. Dus ik blijf gewoon thuis. Ik heb al wel mijn sportkleren aan, maar die heb ik dus aangedaan voor Jan met de katskut. Ik weet niet of je dat zo zegt. Maar anyways, dus ik ga zo hem lekker ophalen. En ik zit me net te bedenken wat ik met al die vrije tijd ga doen. Wauw. Gewoon fucking niks om te eten in huis. En ik baal, want ik heb honger. En ik heb net allemaal vlogs bekeken over mensen die aan het eten zijn. Tja. Dus wat ga ik nu eten? Ik heb geen zin in een saaie boterham. 12 uur. Over een half uur komt Memphis uit school. Dan ga ik hem ophalen. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop niet dat hij zijn broek heeft gepist. Eeuw. Hij komt net uit de vaatwasser. Eeuw. Hoe dan? Dit is echt mega vies. De rest is schoon. De rest is schoon. Ik maak een grapje. Ik maak toch altijd grapje. Ik kom er net achter dat ik nog eten van gisteren over had. En het is heel lekker op een broodje. Alleen ik had het Lesje al beloofd gisteravond. Dus dit lekkere broodje gaat tegen mijn moederprincipes in, denk ik. Al zou ik hem echt heel graag willen eten. Vind ik dat heel lullig als ik dat doe. Dus ik ga het niet doen. Ik heb wel honger, maar ik ga het niet doen. Ik zet het gewoon weer netjes terug. In de koelkast. Tja. Hoe was het op school? Kaylee. Bij juf Kaylee, hè? Ja, de Kaylee. Hoe was het op school? Ik moet plassen. Oh nee. Oh nee, mijn broek. Oh nee. Mijn broek is wel nat. Nee joh, nee die is niet nat. Jou me voor de gek, hè? Hij is droog. Ik heb weer eerst geshopt. Yes, yes. Ik ga hem even openmaken. Even schaar pakken. Het is deze. Ik moet zeggen, ik vind hem wel leuk hoor. Ik zal hem zo even aandoen. Ja, ik hoop dat hij op mijn tieties past. Ik hoop niet dat ik te grote tieties ervoor heb. Nou, te groot. Niet dat ik zo'n grote tieties heb. Hoe vind je mijn topje? Is hij mooi? Oké, ik ben hier heel erg benieuwd naar. Want als hij te groot is, dan hoef ik hem niet. Oh, ja, hij past. Ik weet dat hij heel erg overdreven en groot is. Ik ga nu aan Nick vragen wat hij ervan vindt. Psst. Ja, wacht even, mijn vriendin gaat hier weer kleren te showen. Mooi, Bob. Ik vind dit die mooi. Ja, je hebt ook een mooi broek aan, hè? Mama, een kusje? Ging je weer je broertje pesten? Nee, tuurlijk niet.
Dat zou ik toch nooit doen? Wat doe je? Nou, ga je op zijn hoofd zitten. Hey, een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe dag. Een nieuwe lach, een nieuwe dag. Oké, ik ga me even klaarmaken. Ik heb al mijn haar gedaan. Ik ben buiten adem. Yes. I'm ready. Dit wordt een babes. Voor nu even. Ik heb echt zo snel gedaan. Of zo snel dan nooit van mijn leven. Hey, ik ga dus zo in de stad wat eten. Maar het ziet er trouwens echt niet uit. En ik ben weer buiten adem. Maar ik weet dus niet wat ik aan moet doen. En ik haat het als ik niet weet wat ik aan moet doen. Dus ik ga nu even kijken wat ik aan ga doen. Gewoon echt geen idee. Wish that I could let you love me. Ik weet niet of ik flared ga doen. Maar die zit zo strak. En als hij zo strak zit, dan kan ik ook niet lekker eten. Of zou ik gewoon wacht. Nee, dit vind ik niet leuk. Nou maar. Oké, I'm ready to go. Weet je wat ik storend vind? Dat ik... Nou, nee, ik ga het niet eens zeggen. Laat maar. Ik heb mijn nieuwe Moschino ding om. Mijn oude ketting die ik al heel lang heb. Ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Ik zat zo lang te twijfelen. Dus ik dacht, weet je wat? Ik hou het gewoon lekker simpel. Ik doe gewoon dit aan. Ik vind het altijd leuk staan bij mij. Of ik vind het altijd leuk staan. Dat kan ik beter zeggen. Want het komt heel arrogant over. Ik vind het gewoon leuk staan. En ja, ik doe er nog een leuk jasje op. En dan vind ik het prima. Geweldig. Hey, ik zit nu lekker in de taxi. En ik ben nu onderweg naar... Ik heb net gegeten en ik zit echt... Prop en propvol. En ik had mijn corrigerende ding aan, dus het is niet echt succes geweest. Want het zit echt freaking strak nu. Ik heb volgens mij ook niet eens zo heel veel gegeten daardoor. Omdat dat ding gewoon zo mega strak zat. En ik heb twee wijn gesproken. Ik voel me aangeschoten. My life. Echt waar. Altijd. Niemand heeft toevallig haarlak of zo, hè? Bij zich. Mijn haar is uitgezakt namelijk. Ik heb dus een hele, hele kleine mini katertje. Ik heb hoofdpijn, jongens. Oh. Chillen, Vampire Diaries kijken met mijn zoon hier. En daarbij komt ook nog eens een keer dat hij een beetje verkoud is geworden. Dus ja, wij hebben even een chill dag. Want ik ben echt moe. Maar ik probeer wakker te blijven met hem. En als Nick thuis is, ga ik echt keihard even pitten. En volgens mij heb ik nog zwart onder mijn ogen. Nee. Het veegt er wel een beetje weg. Voilà. De jongens zijn naar school. Het weekend was echt freaking... Maar wat vind ik het dan toch weer fijn als ik even een dagje voor mezelf heb. Gewoon even rust in mijn kop. Ik ga Memphis van school afhalen. Dit is zijn tweede dag school vandaag. En hij heeft een halve dag. Dus ik ben benieuwd. Het gilt een beetje op de achtergrond omdat ik RTL Crime heb opstaan. As usual. Maar anyways, ik ga dus nu lopen in die freaking kou. Want ik vind dit echt drastisch hoor. Maar het is nu 22 en half komt hij. Dus ik ga nu wel lopen, ja. Ik weet niet waarom ik altijd zo super veel discussie met mezelf heb. Als ik soms mijn vlogs terugkrijg, dan ben ik helemaal in discussie. Ga ik nu lopen? Nee, ik ga niet lopen. Want het is koud, maar ik moet wel lopen. En ga zo maar door en ga zo maar door. Is dat wat ik bedoel? Oké, maar ik ga dus nu lopen. Dat heb ik al 100.000 keer gezegd. Nee, ik ga nu echt lopen. Ik moet wel huissleutel hebben, inderdaad. Anders kom ik niet meer binnen. Dat is niet erg handig. Kut, en waar is mijn huissleutel? Oh, heren met tietjes. Oh, ik heb hem. Oh, Jenny, jij moet even wachten, schat. Wij gaan zo. Oh, en daar zat gewoon de sleutel in de achterdeur. En hij was open. Niet slim. Not smart at all. Oh, ik knal bijna tegen mijn camera aan. En het is nu 23 al. Het is heel vlakbij hoor, dus ik moet niet laat of zo. Ik ga nu maar gewoon. Ik weet niet hoor, maar ik kan gewoon niet tegen die kou. Oh, dat is mooi. Dat is mooi, hè? Ja. Kom maar, schat. Alleen wat ik had gedacht. Mijn staat heel lang logopedie. Volgens mij hadden jullie dat wel gezien in mijn vlogs. Hij heeft nog steeds een beetje een spraakachterstand. En ik merkte dat ook wel toen hij in de klas kwam. Wat is er dan? Oh, wauw! Dit is een huilenbal.
Dat is een hele hoge boom, hè? Dus nu zei ze het ook van ja, je merkt wel dat hij nog een beetje achterloopt qua spraak. Dus ja, ik ga maar mijn best doen om dat nog meer boekjes te lezen en nog meer te praten met hem. Ik weet het anders ook niet. Vind ik ook wel weer zielig dan eigenlijk, weet je, dat hij dan niet zo goed verstaan is. Maar gelukkig is hij wel echt heel erg brutaal. Ja, brutaal is in de zin van dat hij gewoon tegen kindjes praat. Ook al verstaan ze hem niet, dan praat hij alsnog tegen ze. Oh, die hoeft niet dicht eruit. Kom maar. Dan kunnen we daar nog even springen als je wil. Hij wil zijn dingetje dicht doen. Dat hoeft toch niet? Jawel. Oh, oké. Okay. En zich wat beter verstaanbaar kan maken. Want ik vind het dan toch wel erg zielig, weet je, als hij zich dan niet goed verstaanbaar kan maken. Ik ben zo bang dat hij dan gepest wordt of zo, weet je. Dat vind ik zo sneu. En dan kom ik hem net ook ophalen en zie ik hem helemaal alleen spelen. En denk ik, oh. Maar dat is denk ik omdat hij dus gewoon niet zo goed zich verstaanbaar weet te maken. Maar ja, dat is ook weer het deel van loslaten als moeder. Ik ga hem nu lekker knuffeltjes geven, want ik vind het zielig. Niet dat het zielig is hoor, nee. Misschien overdrijf ik een beetje. Er zijn mijn hormonen gewoon een beetje helemaal aan het jodelieden met mij, maar... Oh, even springen? 1, 2. 1, 2. Ja! Goed zo! Ik kan heel goed springen! Jij kan heel goed springen, ja. Kan je ook heel hoog springen? 1, 2. Ja! Zo! Wat hoog, Memphis! Let op, let op! Kijk. Ik let op! Heb je zin in thee? Wil je thee drinken? Ja. Okay. Nou, kom. Ben je klaar? Oké, okay, kom! Goed zo! Wat ging jij hoog, hè? Springen! Ja, je ging heel hoog, hè? Ja, dat is ik. Oh, heb je snot? Heb je deze jassen? Oh ja, doe me je neus. Goed zo. Oeh, en goed afvegen, anders heb je sliet eraan hangen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Moet je even roeren. Ga maar roeren. Goed zo, goed roeren, hè? Zo, ik moet nog boodschappenlijst voor een week maken. Ik had net even snel mijn vlog gedaan toen hij naar school ging. En ik moet nu even mijn lijst maken voor de hele week. Wat ik ga eten, dus daar was ik nog niet aan begonnen. Ik ga nu even wat receptjes opzoeken. Zoeken. Mama, ja? Kijk, beer. Oh, beer. Kijk, wie dat? En als ik dan nieuw heb gedaan, doe ik weer op het leuke recept klikken. En dan weer hoofdgerechten. Dan heb ik cirkel stamppot voor vanavond. En voor dinsdag gaan we even verder checken. Een hartige groentetijd met pastinaak. Nee, ik denk dat ik daar iedereen blij mee maak. Ik denk het niet. Ook al hou ik zoveel van jou. Ja, vind ik ook, schatje. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vind je het een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven en te abonneren. Dat doe je door op mijn hoofd te klikken. Ik weet niet aan welke kant. Ik ga het ook niet eens meer proberen, want ik doe het toch altijd fout. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. En daar heb ik super veel zin alweer in.